Precies 25 jaar geleden, op 22 april 1998, werd er voor het laatst een bal getrapt in Stadion het Diekman. Dit monument, voor vele FC Twente supporters, brengt een schat aan bekende en verborgen verhalen met zich mee. Met een aantal betrokken Enschedeërs gaan we terug in de tijd. De tijd van Stadion Diekman. We beginnen met het verhaal van Sportclub Enschede. Zij waren de eerste voetbalclub die in de Diekman speelde. Hans Bijvank kijkt terug op die eerste jaren. Ik weet nog dat ik samen met mijn broer Jan, Oom Henny, die was iets hoogs bij de supportersvereniging van Sportclub Enschede. En op zondagmiddag dan nam hij ons mee en dan zei hij van: kom jongens, jullie gaan met mij mee. En dan gingen we naar die grote poort, de Diekman. En die duwde ons langs die supporten. En dat was die bank daarvoor bij die sintelbaan van Sportclub Enschede. Ga daar maar zitten. En dan zat je daar helemaal vooraan. Daarnaast stond de eerste trainer van FC Twente toen. Dat was Friedrich Dorneveld. En dan zat je daar prins heerlijk op het bankje, vlak naast de sintelbaan, te kijken naar Sportclub Enschede. Dat waren eigenlijk de eerste herinneringen die ik had aan het stadion Diekman. Bekende spelers van de club waren de internationals Abel Lenstra, Piet Lagarde, Gerrit Voges en Henk Bosveld. Kijk, als je praat over voetballers, Abel had een fenomenale techniek. Wist ook precies wanneer hij op welke snelheid hij de bal moest meegeven, hoe die medespelers moeten aanspelen. Abel was wel een beetje apart. We hebben het wel eens over stugge Friesen. En dat was hij uiteindelijk ook wel. Maar hij aarde prima bij Sportclub Enschede. Een andere grote speler die in het Diekman een wedstrijd speelde, was de Braziliaan Pelé. Kijk, hier is die wedstrijd. Pelé. Die hangt hier ook nog in. En hier? Dat is hem. Hij kwam geloof ik aan op het station. Ja, zeker. Ja. Edson Arantes de Nascimento. Prachtig. Kijk, dit is... Abe die scoort. Dit is wel Diekman, hè? Dit is wel Diekman. Dat is het Diekman. Ja. Dus zo zag het er toen uit in die tijd. Dit is wel van Diekman. Dit is ook Diekman. Ja, dit is Diekman. Oh, ja. Dat is ook een... Helmoet Raan, grote voetballer. Een legendarische voetballer. Op 1 juli 1965 fuseerde Sportclub Enschede met Enschedese Boys. En ging het verder als FC Twente. Achtergekomen. De naam FC Twente is eigenlijk voorgekomen uit het feit dat men de club eigenlijk een meer regionale uitstraling wilde geven. En dat is uiteindelijk wel gelukt. Want Sportclub Enschede en de Boys samen tot één club, dat was vloeken in de kerk, dat deed je niet. Nog heel kort even over dat scorebord. Kun je er nog iets over vertellen met die ballen? Hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk een legendarisch scorebord. Dus ik geloof niet dat er in Nederland een vergelijkbaar scorebord ergens hing. Je hebt altijd mensen nodig om die ballen dan op te hangen. Maar dat scorebord dat had dus een uitstraling die dus perfect paste bij dit stadion. En gelukkig is dat bewaard gebleven. De laatste speler die op het scorebord is gekomen is Martijn Abbenues. Ook hij heeft warme herinneringen aan het Diekman. Voor mij een heel bijzonder moment. Waarom? Omdat het ook mijn debuut was op dat moment. Dus ik was al ik hing al een beetje tegen het eerste aan. En wel of niet, een paar keer warm gelopen, oefenwedstrijden. Maar ja, je doet het uiteindelijk natuurlijk wel om een keer te kunnen zeggen dat je het eerste van FC Twente hebt gespeeld. En toevallig was dat ook de belangrijkste wedstrijd voor Diekman. Het afscheid van de Diekman. Ingooi Steinman gooit de bal makkelijk op de penaltystip. Kans daarvoor De Witte en het is 1-0 voor Twente.
De jonge huurling van Anderlecht, die waarschijnlijk nog 2 jaar hier blijft, op huurbasis profiteert van slecht verdedigen bij Heerenveen. En passeert Vonk 1-0 voor Twente. Super sfeer. Iedereen was er. Een mooie voorwedstrijd met alle coryfeeën. Dus ja, alle toeters en bellen. Dat was een fantastische ervaring al. Ik denk, ja, als ik nu toch een keer erin mag komen, dat zou fantastisch zijn. Een keertje langs de trainer lopen, bidonnetje pakken. En op een gegeven moment, ja hoor, het moment. Toen mocht ik. Ja, Sander Boske die trapt uit. Lange bal. Lange bal. Ja, doorkoppen. Dat ben jij al? Ja, dat ben ik. Ja. Dus nu komt de bal en ik pak hem. Boom. Abel Enstra maakte ooit de eerste. En Abbenhuis, de invaller, maakt het allerlaatste doelpunt in het Diekmansstadion. Hij scoort voor FC Twente. De eindstand is 3-1. En hier, 3-1 op het scorebord. Ja, 3-1, ja. Dat is natuurlijk een droom, ja. dat jouw goal op dat scorebord komt te staan. Ja, dat is waar je het voor doet. Hè. Zeker als je spits bent, dan wil je natuurlijk graag dat hij een keer voor jou draait. Word je er nog vaak aan herinnerd? Ja, ik word er nog jaarlijks aan herinnerd. Het is natuurlijk altijd een leuke prijsvraag. En misschien niet de makkelijkste. Nee, absoluut. Dus het is wel iets wat altijd weer terugkomt, één keer in de zoveel tijd. En natuurlijk voor eeuwig op dat mooie bordje daar. Op het mooie bord, onder het mooie scorebord uit de Diekman. Dus ja, goed, wel iets om inderdaad om trots op te zijn. Goeiedag. Goeiedag. Oh, kijk nou toch eens, wat komt daar binnen? Een stadionlamp. Stadion uit het? Uit het stadion van Twente. Van Diekman. Diekman. Dat is namelijk zo, ik werkte vroeger bij de DGW. En de DGW die zette ook mensen in bij het opruimen en bij het assisteren van werkzaamheden bij de sloop van FC Twente. En kwam er iemand bij mij en die daar dus assistentiewerk deed. En die zei van Alex, wil jij daar nou wat van hebben? Ik zei, nou ja goed, ik zoek nog wel een lamp of zoiets. Hij zei, nou zeg, die lampen zeggen, die gaan allemaal weg zeggen. Als je zo'n lamp wil hebben, kan ik jou er wel in je meer brengen. Ik zei, het zal mooi weer zijn, ik wil wel zo'n lamp hebben. Ik zei, mijn zwager die wil hem gebruiken, ik zeg, om bij te lichten, ik zeg, op de wei. Oh, dus echt functioneel, niet echt functioneel, niet als functioneel. Aandenken van het stadion, maar functioneel die lamp. In die tijd dacht je niet zo direct aan iets om te bewaren en daar is natuurlijk eigenlijk veel te groot voor. En op een gegeven moment kwam er zoveel licht uit dat een deel van de wei gewoon verlicht had. En ja, dat was wel iets geweldigs natuurlijk. En niet alle stoppen eruit? Nee, dat werkte prima. En door de jaren heen is die lamp blijven liggen in die werkplaats bij hem. Maar goed, op een gegeven moment kreeg ik het gevaar dat de kinderen en zo ook daar liepen. En dat die lamp dan kapot ging. En dat vond ik wel jammer. Heb ik hem er weggehaald en op zolder gelegd. Want hij lag dus tot voor kort op de zolder bij jullie? Ja, hij lag op de zolder. Ja. En hij is helemaal van origineel, in de originele staat nog. Dus ook de lamp die erin zit, is nog allemaal origineel. En wanneer zag jij die lamp voor het eerst? Ja, ook bij mijn oom. Ook, zag ik hem in één keer in een schuur. Ik denk, ja, wat is dat voor grote lampen? Ik denk, man. Ben ik een beetje na gaan vragen. En daar bleek dus een lamp te zijn van het stadion. Ik denk, Twente, ja. Dat bleek dus het stadion van Twente te zijn. En dat was natuurlijk wel heel mooi, en vooral als Twente supporter. Achter jullie zien we een oude foto van Diekman. Ja. Met een lichtmast. Ja. De lampen staan net niet op. Nee, maar er zijn een aantal rijen lampen. En daar is deze er een van. Hoeveel mensen weten dit? Niet zo heel veel. Nou, dat is een verhaal wat eigenlijk vervlogen is en door de jaren heen. Maar in 98, rond 98 werd dat gesloopt. En ja, dan komt dat verhaal niet meer zo aan de orde. Alleen, ja, we hebben een keer aangeboden bij Twente en daar is het toen weer nieuw leven in geblazen om die lamp weer te gebruiken. Nou ja, naarmate je ouder wordt, denk je van ja, die lamp. Dan denk je toch iets van ja, als Twente supporter eigenlijk, ja, wat moet ik ermee? Ja, verkopen doe je het eigenlijk niet. En dan denk ik van ja, het hoort eigenlijk waar het moet zijn bij Twente. Dus en dat is het nu. Ja, ik kan zeggen, wat zou nou de mooiste plek zijn waar die lamp zou kunnen liggen straks?
Dat is in mijn ogen bij het nieuwe Twente stadion of natuurlijk bij het Diekman, waar het vandaan komt. We gaan het aanbieden aan Twente en dan hoop ik dat Twente een hele mooie plek ervoor heeft. Dat als wij een keer weer komen, of bij het Diekman of bij het stadion, dat iedereen, elke Twente-fan, kan terugdenken van, goh, dat is nog over van het stadion. Je bent hier ook getrouwd. Ja, dat klopt. Ja, dat was heel speciaal. Mijn toenmalige vrouw, die had ik dus leren kennen via vak P. En ook op en top Twente supporter was zij. En ik denk, nou, ik heb hier mijn hele jeugd doorgebracht. Dit is voor mij historie, hè, van kleine jongen tot aan dit. Ik wil trouwen in het Diekman, maar gewoon op een dinsdagmiddag. Niet met alle publiek erbij, gewoon op een dinsdagmiddag. Gewoon op de middenstrip van Diekman. Het laatst zichtbare van het oude Diekman, hè? Ja, triest. Ook wel raar om hier weer te staan. Want ik kwam hier. Mijn eerste wedstrijd was in 1973 tegen FC Amsterdam. En dan kwam ik als jongetje van surfen in het stadion. Nou, je wist niet wat je meemaakte. Begon een vak N. En ja, daarna heb ik gewoon 25 jaar van mijn leven hier bijna elke dag. Vanaf de derde klas lagere school ging ik naar de FC Twente training. En dan was je trots. Had je spelers als Kik van der Val, Eddie Achterberg, Kalle Oraan. En dan mocht je de ballen ophalen wie ze naschoot. Nou, dat was heel wat. En daarachter, dat was het trainingsveld. En daar waren de kleedkamers, dus dat was heel wat. En achter op de fiets had ik Kalle Oraan zitten. En die mocht ik daar naartoe brengen. Nou, als jongetje van surfen vond je dat geweldig. Het grote FC Twente. Ja, en daarna 25 jaar van een tijd meegemaakt. Hier stonden de kassa's, dat waren echt die hokjes, dat was echt geweldig. En ja, daar stonden de lichtmasten en ja. Dat is door de jaren is dat natuurlijk, is daar heel veel gebeurd. Je bent hier ook getrouwd. Ja, dat klopt. Ja, dat was heel speciaal. Mijn toenmalige vrouw, die had ik dus leren kennen via vak P. En ook op en top Twente supporter was zij. En ik denk, nou, ik heb hier mijn hele jeugd doorgebracht. Dit is voor mijn historie, hè, van kleine jongen tot aan dit. Ik wil trouwen in het Diekman, maar gewoon op een dinsdagmiddag. Niet met alle publiek erbij, gewoon op een dinsdagmiddag. Gewoon op de middenstrip van Diekman. Maar goed, dus het was een vrouw wat niet kon, totdat Willy bij mij kwam. Willy Berends? Willy Berends. En die zegt, ja, we zoeken eigenlijk nog iets voor in de... Hè, met de afscheid van Diekman. Zou je niet in de Diekman willen trouwen? Ik ga echt niet voor, hè. 20.000 man, 24.000 man, ga ik niet doen. Maar ja, Bianca, mijn toenmalige vrouw, die zag dat wel zitten. Dus er is een heel circus ontstaan. Maar dat mocht dus nog steeds niet. Er zijn gemeenteraadsvergaderingen aan te pas gekomen. Maar goed, ze zijn overboord gegaan. En dan hebben ze gezegd, destijds, burgemeester Mans, gaat jullie trouwen. Toen zei hij nu het jaarwoord en toen juichen of wat gebeurde er toen? Ja, tuurlijk. En het was gewoon een jongens show. Ik zat er niet echt op te wachten, maar ze hadden helemaal een rode loper gemaakt. En ik liep met Nigel, mijn zoon. En we kwamen van de andere kant met burgemeester. En allemaal camera's, journalisten. Ik ga vragen aan Henk Jan Lambert. Neemt u aan tot de wettige echtgenote Patricia Bianca Weijdijk en belooft u trouw alle plichten te zullen vervullen die de wet met de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja.
Het huwelijk heeft geen stand gehouden, ondanks de mooie dag? Nee, het huwelijk heeft geen stand gehouden. Mis je het stadion nog wel eens? Ja, ik mis het wel, ja, tuurlijk. Ja. Een speciaal moment tijdens de wedstrijden van FC Twente zijn de duizenden zingende supporters met You Never Walk Alone. Hierbij hoort ook een bijzonder verhaal. En Diekman en You Never Walk Alone, dat is ook een verhaal, hè? Ja. Ja, wij hadden geen opkomstlied in het Diekman. En we zijn begin jaren 90. Toen keken we om ons heen en toen zagen we eigenlijk dat Liverpool, dat vonden we het mooiste. Allemaal die sjaals omhoog, You Never Walk Alone, dat vonden we geweldig. Dus daar zijn we ook op vak P en op vak R langzaam mee begonnen in de jaren 90. En in 1998, toen we dus afscheid moesten nemen, moesten we iets geks bedenken voor dat afscheid. En toen kwamen we op een gegeven moment het idee van, nou, kunnen we dan de officiële speaker van Liverpool niet vragen om voor de laatste keer het You Never Walk Alone aan te kondigen. Nou, dat vond iedereen eigenlijk wel een goed idee. En dat was ook nog te betalen. Hij kwam met zijn vrouw. Dus ze kwamen met z'n tweeën. En hij komt het veld op met dit vaantje. En met het originele singeltje van Gary and the Pacemakers, You Never Walk Alone. En eigenlijk op de middenstip bood hij dat aan Kees Anker, de voorzitter, officieel aan. Namens Liverpool. Toen werd het ook op zijn allermooist gezongen, hè, die avond. Ja, als ik nu die beelden zie van hoe dat er toen uitzag. Ja, dat hadden wij ook nog nooit gezien, want we zaten natuurlijk met een groepje met de sjaaltjes omhoog. Maar dit was echt Engels, dus wij vonden dat echt geweldig. Iedereen deed ook mee, iedereen zong ook mee. En het was dus ook gelijk, die wedstrijd daarna in het Arkenstadion, was het natuurlijk ook weer omarmd. Verhaal gaat nog verder terug, want Diekman is ook het stadion waar het voor het eerst werd gezongen, dit nummer. Ja, dat wisten wij toen absoluut niet. Dat wisten we echt absoluut niet. Dus veel later ben ik er eigenlijk achter gekomen dat Louis Armstrong heeft in de jaren 50 een concert in de Diekman gegeven. Dat was toen echt heel bijzonder, want het was toen een absolute wereldster. En een van de liedjes die hij toen in het Diekman heeft gezongen, en die staat dus ook nog gewoon op film, is You Never Walk Alone. Louis Armstrong and his All-Stars, die zich tijdens hun recente verblijf in ons land ook hier aan het Nederlandse publiek presenteren. Natuurlijk bracht de band tijdens dit 2 uur durende optreden ook tal van instrumentale nummers ten gehore, zoals You Never Walk Alone. Goalsvesten kennen we natuurlijk als een sfeervol stadion. Diekman was dat niet altijd.
Nee, nee. Elk artikel over FC Twente begon altijd met... In het sfeerloze Diekmanstadion kwamen beide ploegen vandaag weer niet verder dan 0-0. Maar nee, dat was zo. Dat was, wij vonden dat zelf allemaal nog wel meevallen. Wij zaten natuurlijk zelf op vak P, vak Q, vak R. Dus daar was er wel sfeer. Maar als de wind verkeerd stond, dan kon je het aan de overkant eigenlijk al niet meer horen. Of op het veld ook al niet meer horen. En ja, eind jaren 90 kwam vak U, dus het vak achter het doel. Nou, dat stond ineens helemaal vol met jongens die dan ook echt op het veld zaten. Vak R zat vol, vak Q zat vol, vak P zat vol. Dus er kwamen gewoon steeds meer vakken die ook echt meer gingen zingen en ook een beetje naar elkaar toe. En Hans Meijer werd toen trainer en op een of andere manier vallen dan de dingen heel goed. Want Hans Meijer, tenminste ik vind dat echt, bracht in zijn eentje echt weer sfeer bij FC Twente. We hadden een enorme klik met die man en ook de uitspraak, ik ben een tukker. Ja, hij klom in het supportershome van vak P, klom hij echt boven op de kruk en heeft ook die uitspraak gedaan. Ja, dan ben je wel binnen. En zo kwam er een einde aan het tijdperk van de Diekman. Het stadion is er niet meer, maar de herinneringen zijn nog steeds springlevend.